geweldig bent. Hier rijden we mee met Anthony Davidson. Die is juist voorbij gaat aan. Kijk, de Spirit of Race Ferrari. Bert van de KK. Die zegt: ik had nooit gedacht dat Brendan Hartley een goede endurance piloot zou worden. Top gelijk in. Helemaal gelijk in. Dat hadden wij ook niet verwacht, inderdaad. Toen hij nog bij Murphy Prototypes zei. In toen de tijd LP2 Oreca. En hij had ook heel veel bijzondere dingen zien doen. Heel veel jeugd en enthousiasme. Maar dat heeft, ik denk ook dankzij Mark Webber, heeft hij wel geholpen. Davidson op 7 seconden van Nick Tandy. Davidson begint langzaam maar zeker wel de mindere in dat team te worden. Hoewel hij in de kwalificatie sterk was. Ja, maar wat je heel erg bij hem ziet, ik zei het straks in het later, hij is heel erg analytisch, heel erg berekenend. En pusht wanneer het nodig is. Is het niet nodig, is een stuk relaxter en zorgt gewoon dat hij marge blijft houden. En daar zie je er continu verschil bij Davidson. En daardoor zal hij niet altijd heel erg hard gaan, maar wel weer ideaal voor endurance. Ja. Nu hoor je hem inderdaad al het gas loslaten. Doet hij eigenlijk even helemaal niks. Dan pas gaat hij dat werk remmen. En dat lichtmoment, dat zorgt ervoor dat ze inderdaad weer stroom opwekken. Dus het lift en coast, ofwel ja, gewoon stroom regenereren. Ja, energie terughalen. Rubens Barrichello gaat net voorbij aan Erik Maris. Dat is hier vanuit. Ja, ze hadden natuurlijk een kleine achterstand. Dankzij de pitstopproblemen eerder in de race. En nu kunnen ze weer van voren af aan beginnen. Het is in ieder geval wel goed dat ze me in de auto gehouden hebben. Kan hij het meteen kan hij in ieder geval loslaten. En niet dat je eerst nog een paar uur langs de kant staat en jezelf zit op te vreten met wat je fout gedaan hebt. Ja. Zo, dat was een van de Clearwater-verhalen. Ja, die ging de heel wijd. Dat was de auto van Matt Griffin.